Bij de decembermaand denk je vaak aan dalende temperaturen, korte dagen, kerstliedjes op de radio en een versierde kerstboom in de woonkamer. Bij veel mensen begint het wintergevoel te kriebelen en vooral tijdens de feestdagen zijn er toch redelijk wat mensen die hopen op een winterwonderland. Maar hoe groot is die kans eigenlijk en wanneer spreken we van een witte kerst? Dwarrelende sneeuwvlokken tijdens de kerstdagen is in de meteorologie niet voldoende om te spreken van een witte kerst. Daar is echt meer voor nodig. Om van een witte kerst te spreken moet op beide kerstdagen op het hoofdweerstation van het KNMI in De Bilt een onafgebroken sneeuwdek aanwezig zijn. Stukjes gras tussendoor telt al niet als een witte kerst. En ook een dik pak sneeuw op de Vaalseberg in Limburg. Maar een groen landschap in De Bilt telt niet als een witte kerst. Vanwege deze criteria komt een witte kerst dus niet zo heel erg vaak voor. Sinds 1903 was er slechts 8 keer sprake van een witte kerst. De laatste keer was in 2010 en het jaar daarvoor was ook al sprake van een witte kerst. Een 2 jaar op rij, dat is wel een behoorlijk unieke gebeurtenis. Door veranderingen van het klimaat wordt de kans op een witte wereld met kerst steeds kleiner. De hoeveelheid potentiële sneeuwdagen was in het verleden 33. In de huidige klimaatperiode is dat al afgenomen naar 20. En in de warmste klimaatscenario's is dat rond het jaar 2050 zelfs afgenomen naar 4 tot 12 per jaar. De kans dat 2 daarvan precies met kerst vallen is dus behoorlijk klein. Op basis van deze verwachtingen, samengenomen met data uit het verleden, bedraagt die kans nog geen 7%. En dat is gemiddeld genomen over het land, want aan zee is de kans op een witte kerst nog kleiner. Maar die kans is ook zeker niet nul. Door de grillen van het weer blijft ook de komende jaren een witte kerst nog zeker mogelijk.